Goedenavond, welkom bij Dag, met vanavond. In augustus opent de zomerschool zijn deuren. Wat is een zomerschool en voor wie is deze school bedoeld? De Scootjewieken in Grauw, een nieuw evenement voor onze gemeente. En hoe moeten prostituees gehuisvest worden? De gemeenteraad maakt zich daar zorgen over. Maar we beginnen natuurlijk met het Europaplein. Want deze slepende kwestie houdt de gemoederen van de omwonenden en de politiek al heel lang bezig. 3 jaar maar liefst. We kijken even naar de geschiedenis. Het is de teun als je dit zorgt, dit is je vartuin. En die vartuin, dat maakt men opbloemen, dat maakt men net verorien in asfalt. Het deugt niet in zijn ontwerp, het voegt niks toe, het neemt alleen maar af en het kost ook nog een boel geld. Ja, Jacob, goeiemorgen. Ja, het Europaplein van de Joen, dus weer een discussie, Joen. Weer een debat. Verschillende partijen die hebben zijn van, nou, we willen toch nog eens even, voordat het plan in de gemeente hier komt, nog eens even alle meanings hebben. De wordt al heel lang opraten. We staan hier bij het Europaplein. Dan weet je misschien dat je plan voor binnen, daar wordt al heel lang opraten. Ja. Het is de bedoeling onder oren van de gemeente Ljouwert, plan van het college, om hier een plein van te maken met drie fietstunnels. Nou, ben jij op een fiets? Wat zou je ervan vinden? Ik vind het hartstikke mooi. Het mag meteen wel gebeuren. Maar dat is hier soms heel erg gevaarlijk is het hier. Nou, ik vind het alleen maar beter. Als voor de veiligheid voor de fietser is, vind ik het goed. Ja. Dus, fiets je hier vaak? Ja, ik werk hier helemaal achter. Dus, en daar wordt ook alles veranderd. Dus we zien het allemaal wel. Het wordt jure plan, haast 14 miljoen euro. Ja, dat is altijd. We kunnen altijd praten over de kosten, maar dat vinden we allemaal nooit leuk. Maar ja, als de veiligheid de goede brengt, dan moet het maar. Het Europaplein werd bouwd in de jaren 50. De tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het was een tijd van vooruitgang en deed je de ek en oren bouwstil bij. De hichte in. En dat was naai van Ljouwert. Saffaroor, het Keleplein, staat gewoon in het Europaplein, liek als wij dat nou kennen. En je ziet dus ook dat de beeldhouwer Fokma rekening gehouden heeft met die ooghoogte. Je kijkt altijd over die onderbouw van de fontein heen. En straks als die weer spuit, dan kijk je tussen die gebogen stralen door. Nee, het is zelfs als je het plein, dat maakt je omhoog. De rotonde wordt een stuk lietser. En wij maken als om en fietsers en voetgangers. Steeds maar onder die verheuging terug mijn tunnels. Het is zelfs zo dat wij met onze auto eigenlijk net met het plein op kunnen. En wij met omrijden. En ja, dan zitten wij hier te eten. En wij zo mooi het plein hinnen. Maar dan straks zult wijzen dat wij dan op dat plein omhoog gaat, daar zijn oren sjoggen. Dus eigenlijk daar nauwelijks meer omhinnen zien kunnen. Chris Vechter betocht een eigen plan. Wat wij bedacht hebben, dat zie je hier. En dat zijn dus 4 toeritten. En dat zijn 3 rijstroken rond het plein. Waarbij het eigenlijk zo is dat je kiest, ik kom dus hier van Marsum. Ik kies de linkerbaan. Dan ga ik ongemerkt naar de middelste baan. Ongemerkt naar de buitenste baan. Ik ga er hier af. Dus het weven van verkeer tussen banen op het plein wordt vermeden. Maar wat hier blijft is dus de openheid, het overzicht en de hele veilige verkeersafwikkeling. Het nieuwe verkeersplein op het Europaplein in Leeuwarden wordt na protestacties van bewoners toch iets aangepast. Wethouder Thea Koster wil nu dat de verhoogde rotonde niet op 1,50 meter, maar op 80 centimeter hoogte wordt aangelegd. In het eerste plan was sprake van 3 fietstunnels. De actiegroep van bewoners wil geen fietstunnels, maar gelijkvloerse kruisingen waar fietsers voorrang hebben en handhaving van de huidige ovale vorm. Externe deskundigen gaan de komende tijd de plannen beoordelen en in juni moet de gemeenteraad een keus maken. Ja, 30 juni, dan zal de gemeenteraad een besluit nemen. Hier aan tafel, Thea Koster, wethouder. Naast haar zit Klaas Zwart en hij is raadslid voor de Partij van de Arbeid. Tegenover hem Piet van der Wal, raadslid voor Paul GroenLinks.
En naast hem Arnold Rozier. En hij zit namens D66 in de raad. Welkom allemaal. Ja, mevrouw Koster, zo langzamerhand lijkt het wel een aardig hoofdpijndossier te worden. Hè? 3 jaar gesteggel, gedoe met omwonenden, politiek die geen besluiten durft te nemen. Ja, je zal het in portefeuille hebben, zeg ik altijd. Ja, u boft niet. Nee. Ik heb er ook alles aan geprobeerd te doen bij de verkiezingen. Maar nee hoor, ik vind het op zich is natuurlijk bijzonder hoe dit dossier is verlopen. Mm-hmm. En ik vind het ook ontzettend jammer dat het zo ontzettend veel tijd heeft gekost. Want de gemeenteraad heeft toch weer onderzoek naar onderzoek laten doen. Maar goed, we zijn nu op een punt aanbeland dat er echt besloten gaat worden deze week. En dat doet me dan ook wel weer goed, dat we zover zijn. Ja, en het besluit ligt nog niet vast. Want u had hier waarschijnlijk ook omwonenden verwacht vanuit de wijk. Die hebben we ook allemaal uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Want ze hebben het idee dat alles eigenlijk al bekokstoofd is en dat hun inbreng er niet meer toe doet. Is dat zo, mevrouw Koster? Nou, was het maar waar, want dan had ik een rustig weekend kunnen hebben aankomend weekend voor die gemeenteraad waarin gestemd gaat worden. Maar het is gewoon hartstikke spannend. Het snijdt dwars door alle fracties heen. Mm-hmm. Je ziet dat in alle fracties voor- en tegenstanders zitten. Dat is denk ik ook logisch met zo'n groot onderwerp. En dat betekent dat het maandag of woensdag, wanneer de stemming is, echt op handjes tellen aankomt. Dus dat gaat gewoon heel spannend worden. Het wordt wel spannend. Laten we even met het begin beginnen. Hè? Ja. Waarom moet het Europaplein eigenlijk op de schop? Nou, er zijn verschillende redenen. De eerste reden is, het is een onveilig plein. Hè. Zelfs afgelopen jaar is er nog een dode en een zwaar gewonde gevallen. En het is een van de pleinen waar de meeste ongelukken gebeuren. De Fietsersbond was onlangs nog in de raad. En die liet ook zien dat het samen met de Avondsterweg op de Hemrik het plein is waar in Leeuwarden de meeste ongelukken gebeuren. Dus daar begint de veiligheid. Onveiligheid. Ja. Het tweede punt is dat de verkeerssituatie rondom de stad zo gaat veranderen. Dat zometeen met de haak om Leeuwarden en de westelijke invalsweg en het Noordwest-Tangent, mm-hmm, het meeste verkeer aan de westkant de stad binnen gaat komen. En dat is dus vanaf Harlingen, zeg maar? Nee, niet alleen vanaf Harlingen. Ook ter hoogte van het Steffensonviaduct haakt straks een nieuwe invalsweg aan vanaf de Haak. En dat betekent dat er veel meer autoverkeer aan de westkant van de stad terechtkomt. En dat Europaplein is nu al een bottleneck, hè, want er staan al geregeld files in de spits. Met name ervoor, op de wegen die naar het Europaplein toe gaan. Ja, en dat komt omdat de toegang tot het plein te smal is en er niet verschillende oprijstroken zijn om dat plein op te komen. Dus die combinatie van verkeersveiligheid en drukte, plus het feit dat de provincie heeft gezegd, in dat hele project Vrij Baan dragen wij 6 miljoen bij aan dit project, heeft voor ons toegeleid dat we hebben gezegd, als we het willen doen, dan moeten we het nu doen. En dan kunnen we het plein veilig maken en ook beter toegankelijk. Dus het heeft te maken met veiligheid, maar het heeft ook te maken met doorstroom. Ja, beide. En u verwacht dat als er niet ingegrepen wordt, dat het nog meer vast gaat lopen dan nu al het geval is. Deelt u, en onveiliger wordt. En onveiliger wordt. Deelt u, raadsleden, die analyse? Ja, meneer Rozier? Ja? Ja, zal ik daar eens wat... Kijk, de D66-fractie is niet tegen ingrijpen op dit plein. Wij vinden alleen het moment nu niet het juiste. Omdat er inderdaad zoveel infrastructurele ingrepen in de stad gebeuren en om de stad gebeuren, zoals de haak om Leeuwarden, denken wij dat het heel verstandig is om daar juist eerst op te wachten en pas daarna aan de tekentafel te gaan zitten. Omdat u zegt van we moeten eerst maar afwachten welke consequenties dat heeft voor de verkeerstoename, ja, voordat we nu al een besluit gaan nemen over herinrichting. Ja, ja. Dat is eigenlijk uw standpunt. Klopt. Dat klinkt heel logisch, meneer Van der Waal, toch? Ja, er zit ook zeker een logica in. En voor een deel van de fractie van Paul GroenLinks geldt dat ook. Een aspect wat nog niet genoemd is. Dit is natuurlijk wel een monumentaal plein. En met name is het monument het groene, vlakke ovaal met daar in het midden de fontein. Ja, dat was ook de kritiek van veel van de omwonenden. Je tast iets aan wat betekenisvol is qua architectuur. En het is een plein om trots op te zijn. Ons enige stadsplein waar we trots op kunnen zijn, tenminste wat betreft de invalswegen. Laten we dat argument zo wegen. Maar ik wil nog even terugkomen op wat u zegt van hoe onlogisch is het om nu al iets te gaan verbouwen, terwijl je nog niet weet hoeveel auto's er straks naartoe zullen gaan. Kan ik wel iets van zeggen? Ja, graag. We hebben 34 vrijbaanprojecten in deze stad. Hè? Dus alles wat er op dit moment, u ziet overal die bulten zand wel liggen. Ja, we zijn overal bezig. Ja. En die 34 die baseren we op een bepaalde prognose van het verkeer. Dat doen we samen met het Rijk en met de provincie. We gebruiken allemaal diezelfde uitgangspunten. En op basis van die prognoses kunnen we
redelijk voorspellen wat de komende 20, 30 jaar met dat verkeer gebeurt. En dat zal niet op de tiende nauwkeurig zijn, maar we weten wel waar meer verkeer komt en waar minder verkeer komt. Dat gebruiken we hier ook als uitgangspunt. Als we nu gaan wachten, de Haakom Leeuwarden is in december klaar, de westelijke invalsweg ligt er in 2017. Als we nu gaan wachten tot dat systeem allemaal in werking is getreden, dan hebben we zometeen al een jaar of 3, 4 files in de stad. Dan is het systeem af, dan moeten we kijken hoe werkt het eigenlijk. Moeten we gaan meten, dat doe je dus een jaar of 2 jaar. 4, 5 jaar. Nou, ik wil als wethouder verkeer ervoor zorgen dat mensen niet de komende 4, 5 jaar hier rondom de stad in file staan. We weten dat het een bottleneck gaat worden, laten we het dan ook maar meteen aanpakken. Oké, dus u zegt van we hebben het eigenlijk niet nodig, die gegevens, want die zijn er al. Ja. En we kunnen het ons niet permitteren om te wachten. Ja. Een beetje stad moet toch files aankunnen? Ja, nou Rozier, moet dat niet uit de hand lopen. Ja, meneer Rozier, dit klinkt toch ook uiterst redelijk van de wethouder? Nou, we hebben zeg maar vanaf het moment dat dit onderwerp in elk geval in de raad behandeld werd, zolang ik in deze raad zit, hebben we gesproken over de cijfers en hoe betrouwbaar die nou zijn. En we hebben daarin ook geconcludeerd dat het een soort glazen bol is waarvan niemand precies weet hoe het zich zal ontwikkelen straks. Hmm. We baseren ons op cijfers uit 2007. Toen u gelooft ze niet? Nou, ik trek ze wel in twijfel, inderdaad. Stel me meer op het standpunt dat ik liever zeker wil weten concrete cijfers die op gewoon daadwerkelijke waarheid berusten, maar dan op cijfers die... Meneer Zwart. Ja, wij steunen op dit punt steunen wij zonder meer ook de wethouder. De wethouder heeft ook al aangegeven, en dat is ook aantoonbaar, dat het plein niet veilig is. Er gebeuren ongelukken, dus ook de huidige situatie is niet gelukkig. Dat heeft u in het filmpje ook kunnen horen, dat de mensen niet gelukkig zijn. De fietsen zeker niet. De fietsen zijn niet gelukkig met de huidige situatie, dus er is sprake van onveilige situatie. Op dit moment voldoet, op het punt van de wachttijden, voldoet het plein en de toeloop ook niet aan de normen die we op dit moment hanteren als gemeente in ons gemeentelijk vervoersplan. En wij hebben alle andere ingrepen. We hebben ingestemd met de Helikonweg, met de Valeriestraat. We hebben met de Julianenlaan ingestemd. En dat zijn allemaal besluiten die ertoe leiden dat de toestroom naar het plein sneller zal gaan. Dus u zegt, kan het je niet permitteren om te wachten? Nee, dat is eigenlijk wat u zegt. Er moet nu iets gebeuren. Het is te vergelijken met iemand die last van zijn bloedcirculatie heeft. En we hebben het hele systeem gedotterd. En op het laatste moment houden we op. En dan is de ingreep in zijn wijze eigenlijk nieuw en zonder waarde. Want je moet gewoon ook die laatste stap maken. Duidelijk. Meneer Van der Wal, op dit punt. Julianenlaan, Helikonweg en straks ook Valeriestraat. Aanvankelijk wilden de gemeentedeskundigen dat 4 strooks maken. Ja. Dubbelbaans. De gemeenteraad heeft juist gezegd, dat willen we juist niet. We willen 2 strooks hebben. 1 strook in beide richtingen. Dus we hebben, en dat is toen ook gemoten, ja, en de haak, de parallelstructuur komt eromheen. Dus dat is een bewuste keus juist om het verkeer op die ring te beperken. Anders dan bijvoorbeeld op het Damelaar. Dus. Mm-hmm. Dus en overigens, prognoses. Ik heb nog nooit prognoses meegemaakt in al die jaren dat die gemeentepolitiek, en dat is al een tijdje, ja, u loopt er lang mee. Maar goed, okay. De gemeenteraad heeft wel met alle 33 andere vrijbaanprojecten ingestemd die op dezelfde cijfers zijn gebaseerd. Ja. Dus je kunt natuurlijk, als je twijfels hebt over een project, en er zijn fracties die dat hebben, dat mag ook. Want het is een grote ingreep, het is een bijzonder plein in de stad. Ja, dan kun je dit soort dingen altijd proberen te gebruiken in je voordeel. Maar ik vind, als je nu kijkt naar het plein, hoe het er nu bij ligt, zijn er al redenen genoeg om in te gaan grijpen. Oké, okay, maar laten we even, want ik wil even, want er zitten heel veel aspecten aan, aan dit plan. U zegt heel duidelijk, nog even wachten. U lijkt daar ook toe te neigen, terwijl u beide zegt van, we weten genoeg, we moeten nu ingrijpen. Ja. Als je dan ingrijpt, dan zijn er eigenlijk 2 plannen. Het plan van de gemeente, wat de wethouder ook vertegenwoordigt, met fietstunnels die net iets minder diep zijn dan ze aanvankelijk zouden zijn. En met een turborotonde en met minder uitvalwegen. Dat je niet meer via 8 kanten de wijk in kan, maar er zijn gewoon 4 uitvals. Wegen. Het alternatieve plan is gemaakt door de omwonenden. Die zeggen van, we moeten niet met die tunnels, dat is hartstikke onveilig. Bovendien tast dat het gezicht van het plein heel erg aan. Als we dan eens naar die beide plannen kijken, waar voelt u dan het meest voor? Nou ja, als ik erop mag reageren. Kijk, toch ook nog even in reactie op wat hiervoor gezegd is. Het argument fietsersveiligheid wordt nu heel erg uitvergroot om tunnels zeg maar te rechtvaardigen. Ik denk dat alle raadsfracties fietsersveiligheid hoog in het vaandel hebben. Dat mag je hopen, ja. Ja, alleen dat is niet het uitgangspunt geweest waarbij dit plein bedacht is. Het is bedacht vanuit de gedachte dat er meer auto's afgehandeld moeten worden. Later zijn daar fietsers aan toegevoegd en zijn er tunnels bedacht.
Toen is het plein omhoog gekomen en toen is er als een soort tegenreactie zijn de bewoners in het geweer gekomen en hebben een alternatief plan bedacht. Ja, maar dat, daar wil ik wel even op ingrijpen, want het klopt niet. Het plein is vanaf het begin af aan geweest een plein met fietstunnels en een plein voor autoverkeer. Omdat wij in ons gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, waar bijna alle fracties mee in hebben gestemd, ook af hebben gesproken. Als wij op onze ringweg iets doen en we gaan daar een nieuw kruispunt aanleggen, dan moeten de fietsers eronder door. Dat hebben we op de Oosterschoolweg gedaan, op de Van Loosstraat, Drachtigcomplex. In al die vrijbaanprojecten zie je dat. En de provincie stelt dat ook als voorwaarde. Dus u zegt van meet af aan is die verkeersveiligheid wel degelijk ook een belangrijk criterium geweest. Ik zal niet ontkennen dat het een belangrijk criterium is geweest. Alleen het is nooit het basisuitgangsprincipe. Maar kijk, want we kunnen het over die principes hebben. Maar iedereen onderschrijft dat het belang van verkeersveiligheid. Nee, dus volgens mij is dat gewoon omstreden. En het gaat, het gaat dan over de doorstroom van verkeer. Ja. Dat zijn de twee argumenten. Als het dan gaat om die twee plannen. Ik weet, u wilt eigenlijk uitstellen. Ja, maar waar voelt u dan eigenlijk het meest voor? Het meeste voelen wij dan voor het bewonersinitiatief. Omdat dat veel minder vergaande consequenties heeft. En omdat dat ook de mogelijkheid biedt om op wat langere termijn eventueel nog andere aanpassingen aan het plein te kunnen doen. En hoe is het voor u? Als je het vanuit stedenbouwkundige aspecten bekijkt en monumentale, dan is het bewonersplan het beste. Alleen daar zit de voorrang voor de fietsers op de rondweg in. En daar zijn wij geen voorstander van. Want dat zit in het voorstel, hè? Dat de fietsers een voorrang hebben en dan loopt natuurlijk de boel helemaal vast, kan ik me voorstellen. Qua doorstroming en capaciteit van het plein zelf scoort het naar mijn mening nog beter dan die hele nauwe turbo-rotonde vlak om de fontein heen. Maar goed, daar zijn verschillende simulaties op losgelaten. Daar komen ook verschillende. Maar dat zegt mijn boerenverstand, zeg maar even. Alle simulaties laten overigens zien dat het plan van het college zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Maar goed. Ja. Nou ja, goed. Vergeleken met hoe het nu is. Maar kijk, er zijn ook ooit drie rijstroken op de rotonde geweest. Hè? Ja. Dus dat zou je nu ook weer... Dus u wilt eigenlijk nog een nieuw plan. Want er liggen nu, even voor de helderheid, er liggen volgens mij gewoon drie mogelijkheden. Het plan van mevrouw Koster, het plan van de bewoners, of het niets doen en uitstellen. Ja. Volgens mij zijn dat toch de drie opties. Ja. Wat zegt u dan? Dat is wat voorgelegd. In de fractie wordt daar nog verschillend over gedacht. We zijn nog in discussie. Helaas waren we vanmiddag niet compleet met de fractie. Dus... U houdt het spannend, begrijp ik. Ook mevrouw Koster. De fractie noemde het een cliffhanger. Dat vond ik wel een mooie. Ja. Maar we hadden een besluit willen nemen met stemverhouding. Maar dat is niet gelukt. Maar als u namens uzelf spreekt? Dan ben ik voor uitstel. Dan bent u voor uitstel. Ja, want ik vind en hoeveel dan ook fractieleden van u vinden dat ook, van die aanwezig waren? Nou, dat moeten ze zelf maar. Dat komt nog wel. Ik probeer natuurlijk een beetje te kijken van hoe ligt het. Dat snapt u. Dat we moeten een beetje de spanning erin houden tot maandag natuurlijk. En voor de Partij van Arbeid dan? Ja, wij bepalen ons standpunt morgenavond. Wij hebben afgelopen maandag de commissievergadering met name benut om meer helderheid te krijgen op het punt van die fietsveiligheid. Hè. Het rapport van de deskundigen gaf aan dat ze ook nog een paar kanttekeningen maakten bij het tunnelplan als het ging om die fietsveiligheid. Ja. Nou, daarover hebben wij vragen gesteld en is het college heeft daar op geantwoord. Dat gold trouwens ook voor het plan van de bewoners. Ook daar waren een aantal kanttekeningen als het ging om de fietsveiligheid. En fietsers in de voorrang en in de rest van de stad niet. Het oversteken van drie stroken, hoe doe je dat? Heb je dan een middenberm nodig? Dergelijke is het een lastige afweging in de fractie? Het punt is dat we hebben nu een aantal onderwerpen bij de kop gehad. De doorstroming voor het autoverkeer en ook voor het fietsverkeer. Maar de veiligheid, ook voor het autoverkeer natuurlijk. Hè, want we hebben het over de veiligheid voor de fietsers. Maar je hebt ook nog een keertje veiligheid voor het autoverkeer. Er zijn veel auto's die aankomen op het Europaplein. Nou, is net in de film werd wel even ingegaan op de weef. Factor, als je dat hebt bij het gelijkvloerse model, nou, daar hebben wij ook onze vragen over. En je hebt het aspect van de ruimtelijke kwaliteit, de monumentale waarde. Nou, dat zijn hele verschillende grootheden die wel allemaal een rol spelen bij dit besluit. Maar waar neigen jullie toe? Want ik begrijp dat jullie er nog niet uit zijn, maar waar neigen jullie naar? Nou ja, kijk, wij hebben ook in onze fractie mensen die een zwaarder gewicht toekennen aan de ruimtelijke kwaliteit. En er zijn mensen die heel veel gewicht toekennen ook aan de fietsveiligheid. Is het denkbaar dat jullie verdeeld gaan stemmen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dit is niet een afspraak in coalitieverband gemaakt. Nee, we hebben hier bewust geen afspraak over gemaakt. We hebben alleen gezegd, en daar blijf ik ook bij, wat wij gaan beslissen. Een besluit nemen komende maandag.
Er wordt iets besloten, ja, absoluut. En dat, waarbij eigenlijk de derde optie bijna ook uitstellen is, toch? Nou ja, ik hoor elke keer het woord uitstel vallen. En ik heb in de raad gezegd, het is wat mij betreft nu alles of niks. Dus we gaan het doen of we doen het niet. Ik ga absoluut niet nog weer eens terugkomen met of een aangepast plan of op een ander moment met dat Europaplein. Want we zijn nu 3 jaar met elkaar bezig. Dus wat mij betreft moet die gemeenteraad gewoon een besluit nemen en dan ook de consequenties onder ogen zien. Dus uitstel is niet? Uitstel is wat mij betreft niks. Ja, maar niet meer. Ik begrijp dat standpunt. Ik begrijp dat standpunt van de wethouder volledig vanuit haar positie. Maar ik kan me ook nog heel even herinneren dat een voorganger van de PvdA trouwens, mevrouw Waanders, ook zei: parkeerkelder bij de Oldehove afgewezen door de grote meerderheid van de raad. Nou, ja, dan doen wij niks meer. Maar daarom... En de raad had binnen een half jaar, op mijn initiatief trouwens. Ik zat toen zelf ook in die initiatiefgroep, meneer Van der Wal. Maar daar was niet al 3,5 jaar over gesproken. En er waren niet al 6 plannen maar op tafel. Maar toch even, meneer Van der Wal. Als burger denk je toch ook, dit is toch wel een sneu verhaal. Ja, onderzoek na onderzoek. Ja. Hoeveel geld heeft dat? En het lijkt er toch op dat u gewoon niet durft te besluiten. Nou, dat is geen kwestie van burger. Ik spreek toch even als burger. Want dat ben ik ook, net als u. Het lijkt er gewoon op als u geen besluit durft te nemen. Omdat die lobby van die bewonenden die zich, kan ik me voorstellen, zorgen maken, behoorlijk stevig is. Ja. Maar als politiek moet toch een rechte rug hebben? Ja, dat heeft wat mij betreft niks met rechte rug te maken. Ik vind het ook onzinnig om nu te zeggen van, als er maandag geen besluit wordt genomen, dan wordt er nooit een besluit genomen. We hebben op dit moment de helft van het budget wordt toegekend door de provincie. Hè. Dat vervalt op het moment dat het pakket miljoen, van Vrijbaan af is. En dat is in 2018. Daarnaast is het ook nog eens zo dat we hier nu al 1,5 miljoen aan voorbereidingskosten hebben besteed. En dat betekent dat geld zijn we ook kwijt. Dan hebben we 7,5 miljoen euro minder. Als de gemeenteraad dan zegt over 2,5 of 3 jaar laten we het er nog eens over hebben. Dan zitten we in financieel zo'n andere situatie. Zou ik echt zonde vinden. Dus wat mij betreft is dit wel echt het moment waarop we nu moeten gaan besluiten. Anders kost het nog meer. Nog even een ander punt, want dat viel mij op. Hè, want beide plannen zijn vergeleken door een onafhankelijk bureau en ook doorgerekend. En wat daarin ook naar voren komt, is dat in 2025 opnieuw problemen ontstaan. Dat deze oplossing niet toekomstbestendig is, omdat er dan weer meer verkeer komt. Dus hoe logisch is het in dat licht? Dat kun je zo lezen. Het rapport houdt rekening met 40% meer verkeer in 2025. Hè. Dus als je niks zou doen, dan zouden de files tot ver op de haak staan op het moment dat we in 2025 zijn. Dus het rapport laat al de urgentie zien van het aanpakken van het Europaplein. Daarnaast zeggen ze, zelfs bij de als je dan een staffeling maakt, dan laat het collegeplan nog de meeste ruimte voor het afwikkelen van verkeer en heb je de minste files in 2025. Maar zelfs met het collegeplan zie je dat dan alweer de eerste auto's achter elkaar staan. En wij hebben in het collegeplan ook nog ruimte zitten om 2 extra rijstroken aan te leggen om dat op te gaan vangen. Dat is ook altijd gecommuniceerd met de raad. De raad heeft die 2 rijstroken eraf gehaald omdat ze het gewoon qua stedenbouwkundige aspect belangrijk vonden dat het niet al te veel asfalt werd. Maar er blijft ruimte om in 2025 die uitbreiding dan te kunnen doen. We dat alsnog doen. Dus dat is niet wat u betreft niet argument. Nee. En ik zie uw buurmannen instemmend meeknikken. Ja, voor u is dat geen punt. Misschien mag ik dat ook even toelichten. Kijk, heel kort. Ja, wij zijn. Kijk, het is mede op mijn initiatief geweest om dat asfalt er destijds af te halen. Maar goed, die ruimte die zit wel in het plan. He, dus de ruimte is er om die strook eventueel toe te voegen. En de merendeel van de raad, zoals de meneer Van der Wal, die betwijfelt ook of er wel een toename is van 40% van het autoverkeer. Ja, dan is het überhaupt niet eens nodig. He, kijk, als je ervan uitgaat dat er minder dan 40% toename is, nou, dan kan dat het model dan van, hoef je die ruimte, dus dan is dat nooit een probleem, als je nu maar ingrijpt. Nou, het wordt een spannende debat, begrijp ik, aanstaande maandag. We gaan natuurlijk allemaal kijken als het uitgezonden wordt. We wensen u heel veel wijsheid en u een goede nachtrust. Nou, dank u wel. Ja, succes. Bedankt. Dank u wel. We hebben muziek. Martin L. speelt voor ons Hands Full. Lately, I'm on my way to save me, because you and me did break me, made an ass of me.
and maybe foreclosure will just hold me when I am old and bony and blonde turns into grey. And I tried to make perfect and it went well. I made things up and they did sell. I made fake calls but I did you and I find this whole love shit just a bit dull. Oh man, I look so sinful. And I'm on the shelf, I got my hands full with myself. See through the deception when it's all cool. Then you won't be a fool still. Don't upgrade your box. Paintings of horny devil deals and darklings could be so amazing, but the painter is a dick. And I tried to make perfect and it went well. I made things up and they did sell. I made fake calls but I did you and I find so loves you just a bit dull. Oh man, I look so sinful. And I am on the shelf, I got my hands full with my life. It's a bitch, so you better not follow her. If God I need to, you better do call her now. Now, life is a bitch, so you better not follow her. If God I need to, you better do call her now. And I find this whole love shit just a bit dull. Oh man, I live so sinful. And I'm on the shelf, I got my hands full with myself. And I tried to make perfect and it went well. I made things up and they did sell. I made fake calls but I did you and I find this whole love shit just a bit dull. Oh man, I look so sinful. And I'm on the shelf, I got my hands full with myself. What I need is a break, that I break, that I'm open for some more with you. Naast mij zit Anna-Jolijn Kolk en zij is van de zomerschool. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Op school gaan in de zomer, dat klinkt toch als een tegenstrijdigheid. Ja, nee, dat, ik begrijp die eerste reactie, maar ja, de zomer, school in de zomer. Het gaat erom dat de kinderen de eerste zomerdip voorkomen. En naast die zomerdip in het stukje rekenen en taal doen we eigenlijk meer leuke activiteiten dan dat we bewust met rekenen en taal bezig zijn. Oké, want het gaat dus om school waar kinderen naartoe kunnen en waar ze rekenen leren, waar ze taal leren en waar ze ook nog leuke dingen doen. Ja, nou, dat is de zomerschool. Mooie samenvatting, ja. Voor wie is die school bedoeld? De zomerschool is bedoeld voor kinderen die in het begin van het schooljaar een achterstand ervaren, met name op het gebied van rekenen en taal. Dat zijn toch wel de basisvakken binnen het basisonderwijs. En door de zomerschool komen ze alweer in het ritme van de reguliere school. En komen ze alweer wat cognitief wat sterker weer in het... Kunnen ze aan school beginnen? Ja. En het zijn dan kinderen van... Hoe oud zijn die kinderen? Het zijn de kinderen tussen van 19 en 11. En sommigen zijn zelfs 12 jaar. Kinderen die van komend schooljaar naar groep 7 gaan. En kinderen die komend schooljaar naar groep 8 gaan. En die gaan dan hoeveel weken naar de zomerschool? 2 weken, de laatste 2 weken van de zomervakantie. En het doel is dus om hen een beetje bij te spijkeren op het gebied van rekenen en taal. Zodat ze als ze weer naar school gaan, gewoon rustig doorgaan. Ja. En niet last hebben van die zomerdip. Nee, is dat bekend, een zomerdip? Ja, zeker. Het is, ik ben zelf leerkracht binnen het basisonderwijs. En je merkt zeker dat veel kinderen weer in het ritme moeten komen. Je hebt 6 weken vakantie gehad. Dat is heerlijk. Heerlijk. Zelf vind ik dat heel erg lang. Ik heb zin om weer de kinderen te zien. Maar het is met name voor de kinderen belangrijk dat ze de basis... de principes binnen het rekenen en taal onder de knie blijven houden. Dat is de onderliggende gedachten. En elk jaar ga je natuurlijk een niveau hoger. En als je die basis...
basis alweer goed kent en goed in je hoofd hebt, dan start je natuurlijk veel sterker. Dan start je veel sterker in het schooljaar. Absoluut. Hey, en vorig jaar is volgens mij de zomerschool gestart, hè? Klopt. Met hoeveel leerlingen toen? Toen zijn we gestart, het was een pilot, met 12 leerlingen. En nou, een denderend succes. En ik kan, want ik kan toch, hè? Die kinderen die gaan dus voor hun lol naar school om te rekenen en om taal te doen. Hoe kan dat nou lollig zijn? Ja, nou, je ontmoet daarnaast natuurlijk allemaal nieuwe kinderen. De kinderen komen van verschillende basisscholen van de gemeente Leeuwarden. En sommige kinderen gaan niet op vakantie. Dus in die zin is het ook heel mooi dat kinderen hier de kans krijgen om nieuwe vrienden te ontmoeten. En daarnaast je cognitieve sterkte maken. Je ook gewoon voor het eerst in aanraking te komen met activiteiten waar je misschien normaal niet zo snel naartoe gaat. Wat voor activiteiten heb je het dan over? Wat ga je doen? Nou, komend jaar, het is natuurlijk nog een beetje een verrassing, maar we gaan. Een beetje. Nee, we zijn, gaan naar de atletiekbaan. We gaan waarschijnlijk naar de brandweer. Misschien gaan we wel weer zeilen. We gaan iets met animatie doen, met film en fotografie. En, dus allemaal leuke dingen. 's ochtends les, 's middags leuke dingen. Ja. Vorig jaar gestart met 12 kinderen. En hoeveel kinderen gaan nu meedoen? Nou, we hebben al boven de 40 aanmeldingen. Dus helemaal fantastisch. Meer dan 40 aanmeldingen. Ja. En wie betaalt het eigenlijk voor de kinderen? Er is een pot vanuit de gemeente. Het is helemaal super dat dat beschikbaar wordt gesteld. En vanuit daar worden de activiteiten en de lesmethode, werk wel vanuit de lesmethode, worden daarvoor aangeschaft. Dus de gemeente die betaalt het. En hoe kan je je aanmelden? Kan je zelf aanmelden? Nee, de aanmelding gaat via de groepsleerkracht van de basisschool. Die geeft aan van, vind ik dit nodig voor de leerling die ik in gedachten heb. En dan vervolgt de aanmelding zich met een 1-op-1 gesprek samen met de ouders. Die moeten natuurlijk wel akkoord gaan. En dan, als dat goed klikt, dan... Dan kan je starten. Gaan we van start. En wanneer begint het? 4 augustus. 4 augustus. Ja. Nou, volgens mij ben je er helemaal klaar voor. Op de NAL. Ja, heb absoluut. Heb je er zin in? Heel op de NAL, wat natuurlijk op zich ook leuk is op zo'n noordelijke hogeschool, die absoluut. Dan ook goed benut wordt. Ja, als ook een grote uitdaging van, wow, hier kan ik later misschien wel gaan studeren. Dus, want dat zou mooi zijn, absoluut. Als die ambitie eruit komt. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. En dank met zo'n enthousiaste leerkracht moet het wel succes worden. Nou, het komt helemaal heel goed. Mooi. Ja, lijkt mij ook. Ja, in juli vindt in Grauw de scootsjewieken plaats. En wij gingen in gesprek met de organisatoren daarvan. We zitten hier aan het water, in het mooie Grauw. De scootsjewieken, wat houdt dat precies in? Een week vol nautische activiteiten voor zowel de toerist als de eigen inwoner. We gaan activiteiten organiseren, zowel voor de toeristen als de inwoners van Grauw. En dan gaan we fietsen, we gaan met een grote sloepentocht, wat een heel groot succes is. Ik krijg iedere dag de lijsten van de inschrijvers en het aantal sloepen zit wel vol. Hè? Dus dat is heel succesvol de afgelopen jaren. En we gaan met praampjes zeilen en natuurlijk we hebben de scootsjedag zelf. En dit jaar hebben we voor het eerst een groot splashfestival, als aftrap. Dat is een nieuw festival. Dat is dit jaar voor het eerst. En het is zeg maar een combinatie van allemaal gekke activiteiten en een leuke middag met allemaal DJ's. We wilden mensen eerder naar Grauw hebben. En er is hier veel te doen, er is hier veel activiteit. Er zijn leuke winkels, er is een museum. Nou, alleen al om hier te zijn, dat is een feest, vinden wij. Vandaar dat we zeggen, we gaan wat dingen doen. We beginnen op vrijdagavond al, de week voor het scootsjesielen. Het is overdag. Van 12 tot 10. En we hebben 15 DJ's verdeeld over 2 plekken. We hebben mainstage op het water. Dan staan DJ's te draaien echt op het water op een ponton. Ja, we willen gewoon, hè, dat hebben we een aantal jaren geleden hebben we dat al gezegd, toen echt het waterfront werd opgeknapt met geld van het Friese Merenproject, willen we Grauw als watersportdorp weer beter op elkaar zetten. Nou, wat hadden we in Grauw? We hadden het scootsjesiel in Grauw. Als aftrap van de SKS-wedstrijden kwamen heel veel mensen naar Grauw toe. We wouden die periode verlengen. Nou, en daarom hebben we de scootsjeweekend leven geroepen. Wij verwachten dat veel jongeren deze kant op komen. Het is vanaf 18 jaar. En iedereen van 18 tot 88 is hartstikke welkom. Nou, het moet een event worden wat dus goed op zichzelf staat. Wat iedereen weet wanneer het begint.
en dat het een begrip wordt. We hebben nu een aantal jaren scootsiewieken hier in Gouw. En dat zijn een week lang allemaal hartstikke leuke activiteiten. Maar we misten een beetje ook iets echt voor de jeugd. En dit is ideaal daarvoor om dat in te vullen. En daarnaast hebben we ook direct een spetterende start van scootsiewieken op deze manier. Ja, je kan hier voor een kleine prijs zelf op een hydrojet gaan staan. En dan kun je als een dolfijn door het water gaan springen en zwemmen. Dat is, kan iedereen dat? Ja, dat kan iedereen. Het is natuurlijk wel dat er begeleiding bij is om het je even uit te leggen. En of het de eerste keer direct goed gaat, dat weet ik niet. Maar dat is voor iedereen prima te doen. Gouw, het Eldorado van de watersport. Nou, 20, 30 jaar geleden stonden we op beurs Düsseldorf als Grauwe Dorma Wasser. Zo werd het verkocht. Was het ook bekend bij de Duitsers. Hè. Duitsers komen hier veel. Kun je hier ook aan de Strekdam zien liggen. Heel veel Duitsers met huurboten. Maar we liggen uniek, want dat wil ik eigenlijk zeggen. We liggen uniek aan het water, Grauw. Maar we maken het eigenlijk, hebben we de afgelopen 20 jaar met z'n allen, hebben we daar te weinig gebruik van gemaakt. Dus we moeten, hè, die Zuidwesthoek is gewoon meer gebeurd dan de afgelopen 20, 30 jaar dan in Grauw. Dus we moeten met z'n allen moeten we dan werken om Grauw weer beter op die kaart te zetten. Gezelligheid, intimiteit, activiteit. Ik denk dat de kernwoorden zijn. De Weerse heeft 120 werkkamers voor prostituees. En dagelijks zijn daar ongeveer 70 vrouwen actief. Ongeveer de helft daarvan werkt en woont ook op de Weerse. En de andere helft trekt van plaats tot plaats. Helaas, wonen en werken in dezelfde kamer is verboden. Maar waar moeten de prostituees dan naartoe? Hier aan tafel. Frits Rijpma, en hij is raadslid van de ChristenUnie. Eline de Koning, raadslid voor de Partij van de Arbeid. En Danny Sesseler, en hij is bedrijfsleider van Eros Centrum Love and Joy. Van harte welkom. Even met u beginnen, van uw bedrijf. Hoeveel kamers heeft uw bedrijf? Wij hebben 14 kamers. 14 kamers. En die verhuurt u aan de prostituees? Klopt. Ja, u heeft ze niet zelf in dienst, deze vrouwen? Nee, ze zijn zelfstandige dames. Ze zijn zelfstandige dames. En wat zijn dat voor een vrouwen? Zijn het Nederlandse vrouwen die hier verder gewoon in Leeuwarden wonen? Nee, er zijn weinig vrouwen die in Leeuwarden wonen. Het zijn voornamelijk vrouwen die vanuit Oost-Europa hier komen werken. Vanuit Oost-Europa, de Polen, ja. Roemeense vrouwen, ja. Daar moet ik aan denken. En wonen die ook bij u op die kamers? Verblijven. Ze wonen in hun eigen land. Ze verblijven in de periode dat ze bij ons werken, verblijven ze bij ons in het pand. Dus dat betekent toch eigenlijk wonen? Want hoe lang zijn ze ongeveer dan bij u? Ja, dat varieert. Ik zeg, er zijn dames die komen 2-3 dagen. Dat zijn de dames die van stad naar stad, stad trekken. Ja. Er zijn dames die zeggen, ik kom 3 weken en ik ga weer weg naar mijn eigen land. Maar er zijn ook dames die blijven 2-3 maanden en die gaan dan weer terug naar eigen land. Oké, okay, dus maar het is dus wel varieert. Altijd een tijdelijke huisvesting, ja. Moeten ze dan maar zeggen. Ja, tijdelijk wonen, klopt. En huisvesting. Ja, meneer Rijpma, waarom mogen ze eigenlijk niet meer slapen op hun werkplek? Nou, omdat wij het eigenlijk niet normaal vinden dat in dit land, waar we heel veel dingen voor werknemers en zzp'ers en werkgevers heel goed hebben geregeld, dat wij ook een bepaalde beroepsgroep hebben die leeft, werkt en woont op dezelfde paar vierkante meter. En moet slapen op het bed waar ze ook haar professie moet uitoefenen. En vaak inpandig. En in het geval van Love and Joy boven, het is allemaal niet goed. Het is slecht om niet zelfstandig je weg te kunnen gaan en niet op je werkplek te hoeven slapen. U vindt het niet gezond voor deze groep vrouwen? Nee. Wat vinden die vrouwen er eigenlijk zelf van? U kent ze. Die zijn er zeer content mee. En ja, dat staat eigenlijk haaks op wat meneer zegt. Ze voelen zich prettig, ze voelen zich fijn. Het is heel sociaal. Hoe weet u dat eigenlijk? Omdat ik daar dagelijks mee te maken heb. Oké, en u vraagt hen ook van, zou je niet liever naar een andere kamer gaan? Het moment dat zo'n meisje tegen me zegt, goh Danny, ik zoek een woonruimte in Leeuwarden, dan zet ik mij daarvoor in. Maar over het algemeen... Komt het voor? Het gebeurt. En lukt het dan ook om woonruimte te vinden? Het is lastig, want de problemen waar dus iedereen al tegenaan loopt, woningbouwverenigingen, die sluiten de deuren alleen bij het woord prostituee al. En zo zijn het, of ze komen bij huisjesmelkers die ze letterlijk uitmelken. Dus eigenlijk zegt u, bij ons zijn ze goed af. Want deze vrouwen kunnen eigenlijk nergens onder dak. Daar ben ik van overtuigd. Alleen er zijn de meningen over verdeeld.
Alleen, mevrouw Oostraat van de gemeente die heeft met de dames gesproken. En dat is bij de commissie dan voor mijn gevoel weinig naar voren gekomen. En daar zijn de dames bij geweest die zo wat gesmeekt hebben met alsjeblieft laat ons hier blijven. Mevrouw de Koning, van als die vrouwen eigenlijk wel willen blijven wonen, is het dan niet heel erg bevoogdend om te zeggen dat mag niet meer? Ja, daar lijkt het misschien wel een beetje op. Ik heb zelf ook met mevrouw Oostra gesproken, die inderdaad zelf met die prostituees gesproken heeft. Blijkbaar worden de verhalen een beetje verschillend weergegeven. Maar als je daar een keer geweest bent en je ziet hoe de omstandigheden zijn waaronder die vrouwen zoveel werken, zowel werken als slapen. Vertel ons, hoe kun je het niet voorstellen dat iemand zich daar heel happy voelt? Ik kan me wel voorstellen, ik zal het zo even vertellen, dat ze ook voor hun gevoel weinig keuze hebben. En daarom zeggen van ja, laat ons hier maar gewoon ook slapen. Maar als je daar rondloopt, wij zijn er verschillende keren geweest als raadsleden. Het zijn inpandige werkkamers voor de dames. Aan een soort smalle, nagemaakte steegjes zitten allemaal kamers naast elkaar. Ja, de vergelijking met konijnenhokken doet zich voor eigenlijk. Maar zijn het kleine kamers? Hele kleine kamers die zonder daglicht, zonder ventilatie. En er zit een glazen wand voor uiteraard, want anders kunnen ze niet bekeken worden. En er kan natuurlijk dan nog gordijn voor op het moment dat ze gaan slapen of dat ze niet willen werken. Maar het zijn omstandigheden die je voor Nederlandse begrippen gewoon onaanvaardbaar vindt. En dus dan kan ik me ook heel moeilijk voorstellen dat die vrouwen daar zo verschrikkelijk graag willen blijven om redenen van het is zo comfortabel. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen van ja, laat ons hier maar zitten, want wij zijn in bepaalde omstandigheden waardoor we op een hele nare manier heel veel geld in korte tijd moeten verdienen. En dan is dit wel, als we hier blijven, gewoon de beste manier om aan zoveel mogelijk geld te komen in korte tijd. Is dat zo? Want eigenlijk is wat de raadsleden zeggen, ze hebben gewoon geen keus. Nee, dit is een clichébeeld, vind ik, persoonlijk. Maar klopt dat dan niet? In eerste instantie, wij hebben gewoon afzuigsysteem, ventilatie en dat soort dingen. Maar blijven kleine kamers? De kamers, de slaapkamers of de werkkamers zijn inderdaad klein. Ja. Maar die voldoen aan de eisen die toen gesteld zijn. Ja. Mag ik u vragen, bent u ook in het dagverblijf bij ons geweest? Ja. Bent u daar geweest? Ja. Via wie is vraag maar volgens mij. Ja, goed, maar dat bespreken we. Maar het gaat er even om van het zijn kleine kamers, maar het zijn hun werkkamers. En daar zijn dus een aantal eisen aangesteld. Maar het gaat hier om dat je naast het werk daar ook moet 's avonds moet overnachten. Klopt. En dan geldt eigenlijk het argument van weet je wat hier eigenlijk gebeurt? Wij stellen een vraag over een eindpunt, zal ik maar zeggen. Hè? Je moet eerder kijken. Zijn vrouwen vrij en zelfstandig om, als je uit Oost-Europa uit bittere ellende en armoede komt en je komt hier in de prostitutie terecht, ben je dan nog, kun je zeggen van ik kies vrij voor dit leven en ik kies vrij voor deze omstandigheden? Ik ben ervan overtuigd dat de dames die bij ons werken in volledige vrijheid werken. Als dat niet het geval is, ik heb een hele directe lijn met het prostitutieteam van de politie hier in Friesland, dan maak ik daar absoluut acuut een melding van. Maar uw collega's, want u zit hier en dat is hartstikke fijn dat u hier wil komen. Maar ik kan me voorstellen dat nog los van uzelf, we weten natuurlijk dat in die prostitutiebranche ook mensenhandel voorkomt, vrouwenhandel, et cetera. Maar die wordt zo in de hand gewerkt. Die wordt op deze manier in de hand gewerkt. Oké, u zegt van door de politiek werkt mensenhandel. Ja, vind ik wel. Als we zouden zeggen van we zien dat het niet goed gaat. Hè? We zien dat er heel veel kwaad zit in dat systeem van die prostitutie. Mensenhandelspooiers, loverboys. Dat is een hele hoop gedoe. Dat is algemeen erkend. Dat hoef ik hier niet te verdedigen. Nee, dat staat vast. Dan kun je eigenlijk niet zeggen van wij laten dat maar gebeuren, omdat er misschien anders nog wel een ander probleem ontstaat. Natuurlijk, wij zien ook heus dat het slapen voor die vrouwen in hun omstandigheden en in hun voordeel is. In die zin, dan hoeven ze niet op straat, hoeven ze niet wat anders te bedenken. Maar we kunnen toch niet zeggen, omdat het zulke slechte omstandigheden zijn en het is zo'n kwalijke omgeving, kunnen we toch niet zeggen, we laten dat maar geworden, omdat er misschien anders wel een... Wij moeten nu ook zorgen, en dat heeft de burgemeester in zijn brief ook aangegeven, wij moeten op zoek naar alternatieve slaapplekken. Dus we moeten een oplossing. Maar ik wil nog even van, want u zegt van, nou, bij mij speelt het niet en ik heb goede banden met het prostitutieteam van absoluut. De politie. Ja. En zo gauw ik denk dat het niet in de haak is, dan meld ik dat. Maar u weet, denk ik, net zoals wij, dat er ook in uw branche ook heel veel misstanden zijn. Ja, klopt. En kunt u zich voorstellen dat de politiek zegt, dat wetende, moeten wij gewoon voor zorgen dat die werkomstandigheden en die leefomstandigheden van die groep vrouwen, waar een groot deel dan in
eigenlijk gewoon in de panarie zit, dat we die verbeteren. Kunt u zich dat voorstellen? Natuurlijk, en ik motiveer ook het idee erachter. Alleen ik denk dat het op deze manier juist averechts gaat werken. Dat moet wel. Wat zou volgens u dan helpen als het erom gaat? Want eigenlijk hebben we het over hoe verbeteren we toch de omstandigheden van prostituees. Nou, wij hebben een woonkamer boven het bedrijf. En in die woonkamer worden de sociale problemen besproken. En er komen ook dit soort dingen naar voren. Ja? En hoe het gaat moment sociale dat de, problemen? De raarste dingen met ik heb ergens last van qua gezondheid. Ja. Of ik wil naar een tandarts. Of ik heb een probleem met mijn vriend. Pooien, hoe u het wil noemen, loverboy. Dat soort problemen. Die kwamen voor bij jou. Die kwamen bij u niet voor. Het komt voor, maar zodra ik het zie, dan probeer ik daar op de handhaven. Nu moet ik zeggen, dat meneer Van Zegland eigenlijk de gunstigste uitzondering. Dat lijkt me ook, dat zijn we weer in het, op tafel komen. Ja, en dat heb ik hem ook van tevoren al gecomplimenteerd. Er zijn ook een paar hele grote eigenaren van die panden die eigenlijk dus allemaal over de ruggen van die vrouwen geld verdienen. Hè? De onroerend goedeigenaren, de zetbazen, zal ik maar zeggen. De pooiers, iedereen verdient over die vrouwen. En die vrouwen zitten in grote problemen en lossen hun problemen vrijwel nooit op. Dus eigenlijk, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, niet ingeschreven staan. Ze wordt niet geregistreerd. Ze gaan van hot naar her. Welke beroepsgroep is normaal dat je door Europa wordt gesleept om dan daar 3 dagen, dan daar 2 weken te werken? Dat lijkt mij verschrikkelijk. Als het landelijke beleid gewoon duidelijker had geweest en helderder had geweest vanaf het begin af aan, hadden deze problemen waarschijnlijk al heel ver opgelost. Dit is een groot punt. Want absoluut. Dit is het geval. Alleen dit is gecreëerd. Even de koning. Dit probleem is gecreëerd. Dat landelijk beleid, wat precies? Waarom? Het landelijk beleid heeft ermee te maken, er zou een nieuwe prostitutiewet komen waarin bepaalde regels door gemeentes beter vastgesteld konden worden. Onder andere de verplichting om te registreren, bijvoorbeeld. Zodat je in ieder geval weet wie zit er daar eigenlijk. Want dat is eigenlijk dat heel doen wij. Wij registreren. Dus als er een samenwerking komt, wij registreren. U bent inderdaad dan een van de uitzonderingen. Maar het verhaal wat wij ook gehoord hebben, en van mevrouw Oostra, maar ook van de politie die daar regelmatig kwam, er was juist ook een enorm verloop. U zei al aan het begin van uw verhaal, er zijn 120 kamers beschikbaar. Ja. Er zitten er nu al wat minder, maar het kwam dus voor dat daar heel veel kamers eigenlijk vrij zijn. Wat het ontzettend juist ook weer heel makkelijk maakt voor iemand die kwaad wil, daar gewoon tijdelijk een heleboel vrouwen tegelijk neer te zetten, daar een paar weken te laten werken. Waarschijnlijk tegen hun wil, maar in ieder geval voordat iemand daar ook maar achter zou kunnen komen. Ze waren dan wel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, maar of dat allemaal vrijwillig is gegaan, weet je helemaal niet. Zodra daar hulpverlening of politie of wat dan ook maar contact probeerde mee te leggen, waren ze alweer weg. En dat is heel makkelijk als je zo'n enorme overflow van zoveel kamers hebt, waarin bovendien verder geen genoeg eisen aan die Maar wat moet er dan wel gebeuren? Wat moet er dan gebeuren? Want we hebben, prostitutie is legaal. Ja. Gelegaliseerd, maar nooit geaccepteerd. En dat is vaak het probleem wat ik op deze manier tegenkom. Ja, het is allemaal legaal, maar de acceptatie is nergens. Ja, maar het is legaal, maar mensenhandel niet, hè? Mensenhandel niet. Nee, dus, mensenhandel... En daar hebben we het ook over, toch? Oké, maar ik durf te zeggen dat ik in de loop der jaren zoveel contact heb gehad met het prostitutieteam, dat ik zelf persoonlijk heel veel mensenhandelaren toegereikt heb. Dat ik zeg, jongens, doe daar wat mee. Nee, maar ik geloof u, hè? Dus het gaat, dat is altijd vervelend, maar laten we zeggen dat u kennis heeft van uw sector. He, want u zit daarin, dus ik neem aan dat u daar ook deskundig in bent. En u heeft net ook toegegeven, ik weet ook dat er misstanden zijn. Ja. Wat zou nou volgens u er moeten gebeuren om de positie van die vrouwen te verbeteren? Zodat ze gewoon wel rechten hebben. Ja, vrouwen hebben van mijn gevoel rechten. Alleen ik denk dat er 2 categorieën zijn. Ja. En dat er via 2 verschillende brillen wordt gekeken. Maar noem ze het dan? Ik zie het vanuit de praktijk. Ja? En ik ben een mens. En als ik merk dat er iets niet pluis is met zo'n meisje, maak ik daar werk van. Mm-hmm. Ja? Veelal, als ik zelf zo'n meisje benader, dan schrikken ze af. Ja. Ik heb vaak een situatie gehad dat ik zeg tegen een ander meisje, goh, jij spreekt de taal met haar. Ik heb een beetje een raar idee met haar. Wij kennen elkaar wat langer, je weet hoe ik ben. Wil je eens met haar gaan praten? Ja, daar komt vaak iets uit. Als er iets uitkomt wat negatief is, of dat ik denk dat klopt niet, dan ben ik de eerste die het prostitutieteam belt en zegt, goh, luister eventjes, kijk eventjes bij kamer 7. Maar ik geloof u, maar uw collega's die dat niet doen. Juist. Uw collega's, waar mensen handelen. Want wat wil u daar invloed op uitoefenen? Op die mensen die niet zo zijn als u. Dat is voor mij heel moeilijk. Maar daar ben ik niet voor. Ik zou het graag willen. Ik wou dat alle ondernemers op de werzen 1 kant op keken. Heel graag. Dat probeer ik al jaren. Dat is met de drugsoverlast geweest. Kan de gemeente u helpen daarmee? Kan, als u zegt, van ik zou eigenlijk ook heel graag willen dat het anders werd. Dat iedereen ook meldde, net zoals ik. Wat zou dan de gemeente, deze raadsleden, kunnen doen om u daarbij te helpen? Nou,
rechtstreeks contact met de ondernemers te nemen. Handhaven bij ons. Daar ben handhaven? Ik voor. Ja, op punten die belangrijk zijn. Dus niet op die woonwerken? Het besluit is genomen. Ik vind het jammer dat ik die brief op een verkeerd adres gekregen heb. Want anders had ik van tevoren wel mijn mening erover gegeven. Want ik vind het nogmaals een hele domme zet. U vindt het een domme zet. Wat gaat er wel gebeuren? Want dit is gewoon aangenomen. Wonen en werken mag gewoon niet. Ja. Vanaf 1 september wordt er op gehandhaafd. En dan? Wat gebeurt er dan met de burgemeester heeft meneer uitgenodigd voor een gesprek. Heeft hij zich bereid toe verklaard. Ja. Hij heeft gezegd dat hij mee wil denken en desnoods mee wil betalen. Nee. Oh. Mee wil denken. Oh. Betalen. Nee, de burgemeester betalen is toch even een stap te ver. Ja, oké. De burgemeester heeft er mooi misschien worden dingen wat anders geïnterpreteerd, maar dat zijn niet mijn woorden geweest. Je hebt het gezegd, maar het geeft niks. Nou, dan wil ik het graag nazien. Wat wij eigenlijk moeten doen is een tweesporenbeleid. We moeten gewoon zorgen dat die vrouwen geholpen worden. En niet omdat wij de regels willen handhaven, maar we willen ook wel de regels handhaven. Dat betekent eigenlijk dat we met de gemeente, dat hebben we ook toegezegd, en het wordt ook uitgevoerd, er wordt gekeken naar herhuizen, naar slaapplaatsen voor die dames. Alleen wij kunnen nu niet 35 kamers beschikbaar krijgen in heel Nee, dus er wordt naar gekeken, dus dat vind ik nog niet echt een oplossing. Nee, er komt een maatschappelijk team, dat wordt ingezet voor 6 maanden, die speciaal voor die vrouwen gaat zoeken naar slaapplaatsen. Ja, okay, er wordt eerst een probleem gecreëerd en daarna wordt er gekeken hoe gaan we het oplossen. Dit is jammer dat het achter de feiten aanloopt. Het probleem is niet dat er vrouwen dat die vrouwen daar niet meer mogen slapen. Het probleem is dat er mannen zijn en eigenaren zijn die vrouwen uitbuiten. En in die situatie eigenaren brengen. Geloof ik niet. Er zijn mannen die vrouwen uitbuiten. Die vrouwen maar op het moment, wij hebben sociale controle erop. Als ik merk dat een vrouw uitgebuit wordt... Ik sociale controle overlaten aan mensen die daar dus kunnen Ik heb u zo straks uitgenodigd om bij mij... Ik heb u uitgenodigd om bij mij te komen kijken. U mag van mij iedere dag binnenkomen. Ik zou ook wel willen komen kijken. Het maar u bent wel allemaal welkom. Nou, dat is een mooie toezegging, want het maakt wel heel nieuwsgierig. Ik ben transparant. Het is open. Alles wat bij ons gebeurt is transparant en open. Daar ben ik... Kamers en niet 60 en 70 kamers. Nee, precies. Maar ook dat is gemeentelijk beleid geweest. Dus naast die 14 zijn er 60 of 70. Was iedereen maar zoals u, hè, verzucht. U bent het gewoon niet eens. U vindt dat de gemeente een probleem creëert. Ja. U vindt het probleem is er al. En wij proberen juist een oplossing te bieden. Nou, en u mag als kijker zelf natuurlijk uw mening vormen. Ik hoop dat deze discussie daar ook een bijdrage aan heeft geleverd. We zijn helaas alweer aan het eind van deze aflevering van Dag gekomen. Mag ik u hartelijk danken. We gaan natuurlijk met reces, maar 28 augustus zijn we weer terug. Tot dan, tot dag. Weird to know at the moment I was born, a space was still occupied. Something in the water, so the city is now trapped in my mind. As close as a mom and dad, she's a child of a generation lost and found. At the time I left you were that girl that I often thought about. So I don't care about the feelings that I have, but now I've got this sunrise in my head. By the time we sang that song, you just fell on my tongue. I didn't care about you, but now I do. Watermelon up the window of the fourth floor. Later my guitar got him for 35 in a local store. You filled my head with your words about big city dreams, but you really had to go. Didn't make plans to meet up because you were out of this town, so I don't care about the feelings that I have, but now I've got this sunrise in my head.
By the time we sang that song, you just fell on my tongue. I didn't care about you, but now I do. Feelings that I have, but now I've got this sunrise in my head. By the time we sang that song, you just fell on my tongue. I didn't care about you, but now I do. I didn't care about you. Now I do. I didn't care about you. Now I do. And I miss your city. And I miss our time. And maybe I'll come back some other time.